en welkom bij deze nieuwe video. Ik ben weer vandaag bij jullie terug met een nieuwe goodiebox unboxing. Voor de mensen die hier nieuw zijn en niet weten wat een goodiebox is. Goodiebox is een maandelijks beauty abonnement waarbij je elke maand een box krijgt met minimaal 6 producten ter waarde van een bedrag van minimaal 65 euro. En dit allemaal voor slechts 20 euro in de maand. Dus elke maand ontvang ik deze box en unbox ik hem hier samen met jullie. Ik breng ook gewoon gelijk aan wat ik gelijk kan aanbrengen en we gaan gewoon met z'n allen kijken wat we van de box vinden. Ik hou altijd van Goodiebox en ik raad deze boxen sowieso iedereen aan. Als jij al bent geabonneerd, dan kunnen wij samen unboxen. Als je dat nog niet bent en je wilt dat graag doen, dan zet ik beneden een linkje in de beschrijving en dan kun je abonneren. Mocht je willen weten wat er in de voorgaande maanden zat, al die video's staan al op mijn kanaal. Zoek gewoon op Goodiebox Sarah en dan vind je al mijn video's. En vandaag gaan we het dus hebben over deze box. Ik ben weer heel benieuwd en enthousiast erover, dus laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. First things first, welke lipstick heb ik op? Ik heb MAC Lippot loodje op in de kleur Soar of Soar of hoe je het ook uitspreekt. En deze MAC lipstick van de Cruella de Vil collectie in de kleur Sweet and Vicious is een hele mooie roze nude kleur. Dus die combo heb ik nou op mijn lippen. Oké, jongens, dit is dan de box van deze maand. Ik heb hem al opengemaakt. Hij gaat nou niet meer goed dicht door mezelf. Hij is zo mooi geel, dat vind ik heel erg mooi. Dus als je de box openmaakt, is dit wat je krijgt. Je krijgt dus ook zo'n handig boekje erbij. En in dit boekje staat echt van alles en ook alles over alle producten. De prijzen, een uitleg en alles gewoon daarover. Ik zie dat we 6 producten krijgen deze maand, dus laten we gaan unboxen. Het eerste product is een product voor de wimpers. Van Melusine Paris heb ik de Hemp Prodigies Eyelash Serum. Winkelwaarde is 25 euro. Ik heb de naam echt compleet verkeerd uitgesproken, but I don't know, whatever. In ieder geval, we hebben een eyelash serum. En dit is dus een serum om je wimpers te laten groeien. Daar ben ik echt heel enthousiast over. Want geloof het of niet, ik was op zoek naar een goede serum voor mijn wimpers. Want ik doe sinds een tijdje lash lift. Dus ik heb mijn wimpers gelift. En ik wil dus dat ze langer worden en gaan groeien. Dus deze ga ik zeker 2 te gebruiken. Er staat bij dat het je wimpers sterker maakt, dikker maakt en ook het uitvallen van haartjes voorkomt. Je hoeft hem maar 1 keer per week aan te brengen. Dat is apart, want de meeste moet je gewoon elke dag aanbrengen. Dus deze ga ik zeker vandaag al gelijk proberen. En ik zal jullie op de hoogte houden of dit echt verschil gaat maken in mijn wimpers. Want aangezien ik ze heb gelift, zie ik het gelijk als ze langer worden. Oké, jongens, het is nou maandag, dus ik ga deze gewoon gelijk aanbrengen. Het moet dus 1 keer in de week, dus ik ga het gewoon een aantal weken elke maandag doen, totdat het op is. Dit zijn gewoon mijn wimpertjes nu. Er zit helemaal niks op. Mijn hele gezicht is helemaal schoongemaakt. Dit is dan hoe het kwastje eruit ziet. Gewoon zo'n klein dun kwastje. En dan ga ik het zo aanbrengen op mijn wimperrand. En dan ook zo eronder. En ook een beetje op de onderste wimpers. Oké, het voelt een beetje aan als olie of zo. Het prikt ook echt totaal niet in mijn oog of zo. Want het is er echt wel een beetje ingegaan. Want ik was een beetje lomp aan het doen. Maar op zich, het bracht gewoon goed aan. Het voelt echt letterlijk aan als gewoon een olie of zo. Dus ik denk dat er ook wel wat olie in zit. Ja, ik zie hier ook staan. Er zit Ricinus Combinus Seed Oil in of zoiets. En er zit ook Helianthus aan. Anus Seed Oil. Cannabis Seed Oil, Argania Spinosa Seed Oil. Nou, er zitten echt 100 oliën in. Dus daarom voelt het ook echt gelijk zo aan. Dit ga ik echt gebruiken. En ik hoop gewoon dat ik verschil ga zien. Het volgende is een product voor de handen. Van Human Plus Kind heb ik de Hand Scrub Elderflower and Raspberry. Winkelwaarde is 15 euro. Dit is dus een scrub voor je handen. Zo'n product heb ik niet. Ik heb wel een scrub voor mijn lichaam en zo. Want ik scrub mijn lichaam best wel vaak. Ook voor mijn voeten. Ik heb ook een voetscrub. Maar ik heb geen handscrub. Er staat dat de scrub is gemaakt van 100% natuurlijke ingrediënten zoals gedroogde frambozenzaden en gehydrateerd silica die dode huidcellen voorzichtig verwijdert. De shea butter en sunflower olie houden je handen zacht en gehydrateerd. Dat vind ik ook heel belangrijk. Ik wil nooit dat de scrub mij helemaal uitdroogt. Oké, er staat dat je het gewoon kunt aanbrengen op je handen en dan gewoon je handen moet wassen. Dat ga ik doen. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat hij lekker ruikt. Ik vind de verpakking wel heel blij en happy eruit zien. Daar hou ik altijd wel van. Ik breng een klein beetje aan zo. Er staat ten grootte van een ert. Nou, is dit ongeveer een ert? Jawel, hè? En dan kun je gewoon zo je hele handen scrubben. Oké, het voelt niet te heftig aan. Het ruikt ook echt heerlijk. Je voelt ook echt dat er een beetje olie in zit en zo. Dit voelt wel fijn aan. Oké, ik heb mijn handen nou helemaal ingesmeerd. Nou moet ik ze met koud water gaan afspoelen.
A few moments later. Nou, mijn handen zijn helemaal afgespoeld. Ze voelden echt lekker zacht aan. Heel erg fijn. De scrub voelde ook niet te hard aan, te grof, zeg maar. Sommige scrubs zijn echt zo ontzettend grof dat ik het gewoon echt niet wil gebruiken. Dan heb ik het gevoel dat ik mijn hele huid beschadig. Maar dat is hier helemaal niet het geval. Het voelde echt top aan. Dit zie ik mij ook wel gewoon echt gebruiken. Het volgende is een gezichtsmasker. Van Tony Moly heb ik hier een mask sheet. Winkelwaarde is €5,90. Dit is echt het meest schattige gezichtsmaskertje ever. Iedereen die mij kent weet dat ik hou van gezichtsmasker. Ik breng echt maskers aan, zeker 3 keer in de week. En ik hou ook altijd van dit soort sheet masks, gewoon voor de lol om gewoon af en toe te gebruiken. En er zijn 3 versies, dus ik denk dat iedereen gewoon een random versie ontvangt. En ik heb de pomegranate versie gekregen. Er staat op elasticity en er staat op dat dit echt je gezicht firms, dus dat het je gezicht weer zo mooi strak maakt. Oké, ik heb niet echt een hangend gezicht of een hangende huid of zo. Dat is vaker als je een wat oudere huid hebt. Maar ik ga hem toch gewoon aanbrengen, want ja, je kunt hem gewoon altijd gebruiken wat voor huid je ook hebt. Het is altijd gewoon goed om maskertjes te gebruiken en je kunt beter voorkomen dan genezen. Dus ondanks dat ik niet echt een zakkende huid heb of zo, of een zakkende gezicht of hoe je het ook moet zeggen, ga ik hem wel gewoon gebruiken. Ik ben hier heel, heel benieuwd naar. Ik hou echt van maskertjes. Oké, jongens, ik ga dit maskertje aanbrengen. Ik heb net mijn gezicht schoongemaakt en helemaal gescrubt. Dus ik kan nou ingaan met dit maskertje. Je moet hem opdoen, 20 tot 30 minuten oplaten. Dus best wel lang. En dan gewoon eraf halen. En dan wat erop zit, gewoon verder in je gezicht smeren. Je hoeft dus niet je gezicht te wassen daarna. Oh, ik word altijd zo enthousiast van gezichtsmaskertjes. Je moet hem zo onder openmaken. En dan gewoon zo eruit halen. Oeh, het ruikt echt super fruitig. En dit is dan het maskertje. Je moet hem gewoon openmaken en dan gewoon op je gezicht doen. Ik denk dat iedereen wel weet hoe een sheet mask werkt. Oh, de geur is echt heftig, jongens. Het heeft echt een hele heftige fruitgeur. Oké, en dan gewoon een beetje zo indrukken. Oké, masker zit erop. Ik zie jullie over een half uurtje. Daar ben ik weer. Half uurtje is voorbij. Dus hij kan er weer eindelijk van af. Ik ben altijd wel blij als het weer van mijn gezicht af kan. En dan smeer ik het nog eventjes zo lekker in. Ook zo tot aan mijn nek. Het begon ook een beetje te druppen bij mijn nek. Maar voor de rest voelt het gewoon lekker verfrissend aan vooral. Het is een heel verfrissend masker. En ja, ik vind dit soort maskers altijd gewoon heel fijn voor af en toe. Voor een soort van boost of zo. En het voelt een beetje alsof je mijn gezicht een beetje heeft gehydrateerd. Ik voel niet echt firming. Ik voel niet echt dat het echt mijn gezicht firmt of zo. Maar ik voel wel dat het een beetje mijn gezicht een beetje verfrist of zo, als ik het zo kan noemen. Dus dat vind ik op zich wel gewoon een fijn effect. Dus ja, dat was dan het masker. Het volgende is voor de voeten. Van Food Lab Co. heb ik de Instant Foot Peeling. Winkelwaarde is €20 voor 100 ml. 100 ml is de full size. En wij krijgen 30 ml. En de winkelwaarde van 30 ml is €13,50. Dat staat erbij. Dat staat er normaal niet bij. Maar deze keer wel. En er staat bij, dit is een Foot Peel Spray. En dit gaat dode huidcellen verzachten op je voeten. Je kunt hem ongeveer 1 keer per week gebruiken. Voordat je onder de douche gaat. Spray dit op je voeten en je hielen. Laat ongeveer 1 minuut intrekken en was het dan gewoon eraf in de douche. Hier ben ik heel benieuwd naar. Deze ga ik zeker openen. Zoiets heb ik nog nooit gebruikt. Ik ken zoiets helemaal niet. Als iemand dit product al kent, laat ons eventjes weer weten beneden in de reacties wat je ervan vindt. En in de box zit nog een product waarmee je deze kunt gebruiken. Van Moshi Moshi Mind heb ik de Mind Pumice Stone. Winkelwaarde is €11. Dit is dus een steen om je voeten mee te scrubben en dat is dus handig in combinatie met dit voetproduct. Ik vind dit zakje echt super cute. Kijk even hoe cute het eruit ziet. En hier zit dan een soort van steen in. Oh mijn god, het lijkt echt oprecht gewoon op een steen. Oh my god, dit voelt zo raar aan. Dit is dus een soort van steen om je voeten mee te scrubben. Je moet hem gewoon nat maken en dan gewoon hiermee je voeten scrubben. Dus je zou eventueel deze eerst kunnen aanbrengen en dan je voeten scrubben met deze steen. Deze steen is zo satisfying hoe die zo voelt en hoe die eruit ziet en zo. I love it. Oké, jongens, ik ga dit product gebruiken voor mijn voeten. Ik moet dus gewoon mijn voeten hiermee insprayen. En dan 1 minuutje laten inwerken. En dan kan ik ze scrubben en afspoelen in de douche. Oké, ik ga het gewoon zo op mijn voeten sprayen. En het gaat vooral om de ilt. Ik heb niet echt veel ilt of whatever. Maar je moet het dus vooral hier doen. Oh mijn god, mijn voeten worden echt helemaal nat. Beetje hier zo. Ik weet niet echt precies hoeveel ik moet doen. Maar dit zal wel goed zijn. Oké, nou laat ik het 1 minuutje inwerken. Oké, we zijn 1 minuutje verder. Nou ga ik scrubben.
Oké, dit zijn mijn voeten nu. Ze voelen wel zacht aan, maar ik weet niet of dit nou echt per se echt veel effect had of zo, eerlijk gezegd. En dan gaan we verder met het laatste product. Van Rituals heb ik de Ritual of Namaste Skin Brightening Face Exfoliator. Winkelwaarde is €12,90. Oké, volgens mij is dit dus gewoon een gezichtsscrub van Rituals. Hier ben ik heel benieuwd naar. Ik hou altijd van Rituals producten, dus ik ben best wel enthousiast dat dit in de box zit. We hebben ook gewoon de full size. Oké, dit is dan gewoon hoe de verpakking eruit ziet. Een hele mooie, chique verpakking. En dit is dus echt inderdaad gewoon een gezichtsscrub. We hebben vandaag veel scrubs. We hebben een voetenscrub, handscrub, gezichtsscrub. Dit is echt een scrubbox vandaag. Er staat met behulp van scrubdeeltjes die uit bamboe worden gewonnen, krijgt je gezicht niet alleen een milde reiniging, maar meteen ook een exfoliatie. Gebruik het 1 tot 2 keer per week en ervaar zelf hoe je huid diep en wordt gezuiverd. Oké, er staat dus dat het geschikt is voor iedereen met een doffe huid. Het maakt je gezicht weer een beetje stralend. Nou, 3 keer raden wat ik heb. Ik heb echt een super doffe huid, want ik heb een droge huid. Dus mijn huid is ook heel dof. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Dus deze gaan we lekker ook proberen vandaag. Ik ga mezelf vandaag echt helemaal verwennen met al deze producten. I love it. Ik ga mijn gezicht scrubben met deze Rituals Face Scrub. Ik heb mijn hele make-up er al helemaal afgehaald, maar ik heb dus nog niet gescrubbed. Het ruikt naar zeep of zo. Het ruikt op zich wel lekker. Oké, het is zo wittig. En dan breng ik dit gewoon zo aan over mijn hele gezicht. Oeh, je voelt echt de mini scrub deeltjes of wat het ook zijn erin. Ik moet wel zeggen dat het mijn gezicht echt wel gewoon goed scrubt. Het ruikt echt heerlijk. Je moet alleen niet te hard drukken. Ik merk wel dat als ik te hard druk, ik iets te hard scrub en het een beetje pijn gaat doen, zeg maar. Het voelt ook echt een beetje zacht aan of zo. Ik vind dat het echt heel fijn aanvoelt. Nou mensen, dit voelde echt top aan. Het is hier nou wel een klein beetje rood, want ik heb echt een gevoelig huid. Mijn huid wordt echt best wel snel rood. Maar ik vond hem heel fijn aanvoelen. Het enige wat ik volgende keer anders zou doen, is dat ik niet te hard druk als ik het zo erin smeer. Maar voor de rest, het voelde echt gewoon top aan. I love it. Oké, nou gaan we eventjes met z'n allen kijken of deze box je geld waard is. Want ik ga eventjes bij elkaar berekenen hoeveel dit allemaal zou hebben gekost als jij alle producten individueel zou hebben gekocht. Echt alles wat we vandaag hebben gehad is full size, behalve deze spray. Deze spray is 30 ml en die waarde is €13,50. Dus het eerste product is €13,50. Dan heb ik hier de handscrub, die is €15. Deze gezichtsscrub is €12,90. Dit maskertje is €5,90. Deze steen is €11. En als laatste het wimperserum, die kost €25. Nou, ik heb alles bij elkaar opgeteld. Als je dus alles individueel zou kopen, zou het je in totaal €83,30 kosten. Jullie hebben slechts €20 betaald, dus dat haal ik eraf. Dus jullie hebben €63,30 bespaard. Dus dat is toppie. Nou jongens, dit was het dan. Dit was de box van deze maand. Ik hoop dat jullie deze video weer leuk vonden om te zien. Ik vond het echt weer een hele leuke box. Het is echt een super fijne box om gewoon jezelf te verwennen. Lekker veel scrubjes en dat soort dingen. Dus ik ben er echt heel erg blij mee. Ik hou altijd van scrubs, want ik scrub altijd heel veel. Vooral omdat ik ook bruin met mousse. En dan moet ik altijd van tevoren scrubben. Let wel op met scrubs. Scrub echt maar 1 of 2 keer per week. Ga niet vol elke dag lopen scrubben, want dat is gewoon niet goed voor je huid. Maar ik ben echt wel blij met alle producten. Ik ga letterlijk elk product dat ik vandaag heb gehad ook echt gebruiken. En dat gebeurt niet heel vaak. Vaak zitten er echt wel een aantal producten bij die ik niet gebruik. Maar deze, ik ga echt alles gewoon gebruiken. Dus ik ben er heel blij mee. Als jij dus ook wilt abonneren op de box, beneden staat een linkje in de beschrijving. En het is gewoon maandelijks opzegbaar. Dus als je het niks vindt, kun je er gewoon gelijk mee kappen. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!